Hallo mensen, welkom bij weer een hele nieuwe vlog. En Hallo. We zijn even bij een buurtpark. Even bij de buren. Bij de buren gaan we even spieken. En namelijk op Centerparks de Vossenmeren. Wat we hier doen, zien jullie zo meteen. Ben je niet geabonneerd, doe het dan. Het is gewoon gratis. En druk ook op het belletje. Tot zo. Blijf kijken. Tot zo. Let's go, Chris. Standaard nog niet goed. Nu wel, naar de receptie. Ja. Want we hebben een verzoekje lopen. Nou, schiet dat weer op Eco. Hij doet het ook in België, ja. Kijk, hier zijn ze ook bezig. Kijk, daar ligt de receptie al. Daar moeten wij zijn. Ja, en wat gaan wij dan doen op de Vossenmeren? Huisjes bekijken. Yes, we hebben de sleutels net opgehaald. Twee stuks vandaag. Twee stuks, twee nieuwe huisjes, nog niet in de verf. Ja, gloednieuw. Gloednieuw, dus. En we nemen jullie mee op de Segway over het park. Ja. Dus dat komt er ook nog bij te zitten. En die cottage tours die komen weer apart. Ook leuk. Ja, we moeten nu naar de 700, hè? Ja, we gaan richting 700. Dus gaan we 700. Blijf kijken. Eigenlijk zou je zeggen dat dit de proefhuisjes waren, hè? Zoals het daar erop staat. Ja. Hè? Nou, maar dat is niet waar. Nee. Dus we gaan via deze kant. Gaan we even kijken. Nou, dan krijgen de mensen gewoon een mooi toertje in de weer. Hè? Net zoals wat we laatst ook deden op de camper van. En een bispingen. En we hebben dat ooit eens een keer helemaal gelopen, dit stuk. Ja. Wist je dat nog? Mm-hmm. Best wel ver was dat. Nou, we gaan hier rechts, zie ik al. Huh? Oh, links. Ja, maar dat was een beetje door elkaar, want het ene bord gaf rechts aan. Ja. Nee, we hoeven geen autoroute te doen. Ik hoop dat de mensen dit een mooi pad vinden. Ah, we gaan straks ook wel eventjes een ander pad op. Nou, hadden we dan niet beter gewoon zo kunnen rijden? Zitten we weer hetzelfde? Nou ja, hebben de mensen dat ook gezien, hè? En we gaan hier naartoe. We moeten terug, zegt hij. Nou, ik snap er helemaal niks ervan. Ik snap het echt niet meer. Nou, rij maar gewoon deze kant op. Ja, dat was vorig jaar. Vorig jaar september. Zaten we hier in het hotel. Ja, dat gaat snel, ja. Moeten ze maar wat aan doen, hoor, die wegwijzers. Ja, ik vind het ook. Wat ga jij toch snel? Op Eco.
Nou Chris, waar gaan we heen? Ja, dat zei hij net ook al. Maar ik ga deze kant op. Kom maar. We pakken deze kant. Hier staan wel al borden. Hier, zie je dat? Nou, jammer dan. Ik moet er toch door. Oh, dit ziet er mooi uit hier. Kijk dan, dat water. Ja. Dit zijn van die plekjes. Daar kom je normaal nooit aan. Hè? Ja, daar kom je normaal nooit. Timmeren en verbouwen. Oh ja. Die gaat er gewoon door. Kijk, koelkasten, vaatwassers. Moet je nog koelkast? Hier krijgen ze extra slaapkamers. Ja, dat was hier net ook nou. Exact dat, hier krijgen ze ook extra slaapkamers. Hallo. Ja. Zo'n is een prefab woningje aan. Ja. Het is heel druk. Echt heel druk. Er staat er weer een vrachtwagen. Kijk, weet je wat nou een mooie is? Hij is nou net zo'n huis aan het plaatsen. Hier zo. Kijk, hij is net zo'n huis aan het plaatsen. Zie je dat? Ja. Die komt klaar in de fabriek gemaakt, hè? Ja, die wordt eraan vastgemaakt. En dan, die wordt achter op de vrachtwagen gezet en die wordt hier gewoon afgeleverd. Ja. Met ruit en al erin, zoiets. Ja, alles zit er al in. Zit gewoon klaar. Wordt erin aangeschroefd aan die andere en dan wordt het klaargemaakt. Ja. Ja. En nu zijn we bijna weer. Nou, deze was op. Welke? Oh, we gaan. Chris heeft de goede weg gevonden. Wou je niet hier nog even doorheen crossen? Ja, dan, maar we komen vanzelf al aan de zeven. Ja, oude deurtjes. Daar zijn ze ook alweer begonnen. Nou, de 7. Nou ja, terug. Nee, dan ga ik ook deze kant op. Nou, we zijn bij de Dom. Nou, zien ze dat ook direct hoe het hier uitziet. De Dom gaan we dadelijk nog even naar binnen, toch? Ja. Dat was even heel snel de Dom. Dat was de achterkant hè, van de Dom. Ja. Kijk, het sportcentrum.
dit is het grote meer. Maar wij gaan, nou, ja, die kant op. En die kant op. Wij gaan die kant op. Kijk, dit is ook lekker. Dit is ook wel wat mensen graag willen zien. Hier zijn de ponies. Eigenlijk ook dat pad op. Maar dit is met de autoroute, hè? Ja, de buitenring. Nou, we zijn er. Ongelooflijk. Ongelooflijk, maar we zijn er. De volgende 13? Ja. We gaan er even kort in kijken. Ja. De proefkorretjes. Ja. We lieten net zien, hè, dat ze zo'n ding, zo'n slaapkamer eraan vastzetten, hè? En wat zien wij hier? Ha, kijk eens. Hier staat hij eraan vast. Hier staat hij eraan vast, zo zie je wel. Helemaal compleet. Zo. Kijk. Ja, daar zit gewoon een extra slaapkamer aan vast. En dan wordt het gewoon een 8 persoons als ik naar binnen kijk. En dat kan ook natuurlijk, hè. Als er ruimte in de tuin is, dan ploppen ze geen voldoende voor. Ja. Maar daar waren wij niet voor hier, dus we gaan even snel naar die andere kijken. De korte blik. Korte blik. De korte blik. Kleine blik. Ja, want je weet het, hè, de volledige tour van de 712 komt hier rechtsboven. Komt hier rechtsboven in beeld. Nou, we hebben de sleutel, dus we gaan even snel naar binnen. Dit is helemaal nieuw. Kijk dan. Wauw. Wauw. Wat vind jij ervan? Ik vind het een mooi huisje. Ja, welk nummer was het nou nog eens? 712. 712. Nou, jullie hebben het gezien, die korte blik van deze mooie bungalow. Hier natuurlijk alle gemakken voorzien, dat snappen jullie wel aan. En een hele volledige tour, die laten wij wel zien. Rechtsboven, dan zie je ook hoe de badkamer eruit ziet. Ach, weet je, voor deze ene keer laat ik dat nu al zien. Kijk, badkamer, sauna. En let op, dit is een pilot, hè. Dit is een hele mooie. En let ook op de muren, hier hangen vissen aan de muren. Had jij dat al gezien? Vissen, dat er vissen aan de muren hangen. En dit is nog een mooie badkamer met dat geweldige bad, met die waterval. En die waterval, die gaat van zo, hè. Nee, oké, okay. Dat is niet de goede. Kijk, waterval. Ziet dat niet mooi uit? Nou, ik zet hem wel weer terug voor deze keer, want daar hebben jullie natuurlijk al vaker gezien van ons. En ja, hier zit dan ook een toilet in. Ja. Ach, weet je, ik denk ik laat ze deze gewoon helemaal volledig erin zetten, deze cottage. Ja. Ja. Mm-hmm. Ja. Vind ik ook wel wat hebben natuurlijk. En kijk dan eens naar die grote bedden hier. Die luxe bedden. Zo mooi. Hier ook zo, deze. En dan komen we hier bij de stoelen. Het is een 6 persoons.
Nou. Ik zie me hier zelf wel verblijven hoor. Ja, ik hoop wel. Het is een hele mooie. Ja. Nou, dan gaan we eens eventjes naar hier naartoe. Want ik heb hier ook heel mooi uitzicht gezien. Maar eerst nog even deze decoratie. Het is net weer wat anders. Kijk, nieuwe spots in de plafonds. Plafondjes mooi geverfd. En dan gaan we eens even snel naar buiten. En dan krijg je toch wat mooi uitzicht hier. Kijk eens. Uitzicht op het skicentrum. Ik vind het geweldig. Ja, kijk eens. Ja. Nou, we gaan maar door. Chris gaat nog even wat foto's maken. Maar ik heb het alweer een beetje gezien. Dus, oh, ik heb jullie één ding nog niet laten zien. Dat is deze toilet. Let op. Kijk eens. Helemaal fris. Mooi. Zo. Kijk. Perfect, toch? Nou. Gaan we eens wel naar de volgende. Daar krijg je wel die echt die korte blik te zien. En niet de hele tour. We gaan verder. Ja. Nou wel een korte blik, hè? Oh, jij moest nog een foto maken, hè? Maar we maken deze hier 7.13. Nou, 7... om het even goed te zeggen, 7.12 hebben jullie nou al in deze video gezien. Maar 7.13... die daar... daar komt dan een hele korte stoel van. Maar wij lopen alvast wel even naar binnen, zo krijg je een hele korte indruk ervan. Wil jij hem openmaken, Chris? Ja. Eerst een nummerbord. Ja, die moeten ze wel even vastzetten. Maar dat zou vast gebeuren. Okay. Zo. Kijk, oh, maar deze is leuk. Een beetje een beach. Dit is de comfort. Een beetje een beachhouse weer, hè? Ja, maar wel heel anders. Kijk dan, die heeft een eend. Een zwaan bedoel ik daar. Ja, beach, het water is echt. Ja. Nou, willen jullie meer zien? Klik dan rechtsboven en dan laten wij alles zien. En dan gaan wij weer door naar de volgende. Want we hebben er nog eentje kunnen wat we mogen laten zien. Dus ja. Blijven kijken, gaan we weer door. Zo, dat was die korte blik. Dan gaan we door, hè. We hebben nog één extra. Nog één extra programma. Dan moeten we even een stukje verrijden. Dus dat gaan we doen. En dan komen we dadelijk weer terug. Bij de nieuwe video voor de korte blik. Kom maar, we gaan. Ga maar rechtsaf. Ik had hem ook helemaal niet aan. Rij maar rechtdoor, Chris. Nog een stukje en dan zijn we er. Ah, 7.11. Wow. Dit is een mooie. Hé, hey, dat is met die aanbouw wat we er straks ook al zagen. Ja, dat is wat je er straks zag, dat ze zo klik zo erop zetten. Had een beetje last van de bomen, zei hij. Nou, dat is... we gaan even kijken voor die korte blik. Nou, maak jij de deur open? Gaan we eens even kijken hoe dit mooie ding er van binnen uitziet. Zo te zien al heel mooi. En het pad hier, dat vind ik ook wel heel mooi. Zo gaan we eens even kijken. Ja, apart. Ik vind het ook heel apart. Nou, het gaat open, dus we hebben de goede sleutel. Ja, dan doe ik dicht hoor. Oh.
premium. Ja. Premium 8, hè? Oh, dat ziet er leuk uit. Dat ziet er leuker uit dan wat wij nou hebben. Ja. Kijk, dit is dan dat. Kijk, Chris, je kunt het wel zien. Wat? Ja, jij vroeg, zien ze het of het is aangebouwd? Ja, dat kun je dus wel zien. Dat kun je wel zien, ja. Kijk dan, het is wel heel mooi geworden. Het is gewoon de normale muur geweest. Ja, en ze hebben er een smalle deur ook weer in gezet. Ja. Dat er overal smalle deuren in zitten, zetten ze hier ook wat smaller erin. Maar dit is dat hele dingetje. Kijk. Apart. Apart plafondetje. Ja. Nou, willen jullie meer zien van deze mooie cottage, deze mooie Premium 8, op Centerparks de Vossermeer? Klik dan rechtsboven en dan zie je hem helemaal in een cottage tour. En voor nu ga ik weer naar buiten, want we hebben nog meer te doen. Dus zie ik jullie zo weer terug als we op de zak weer zitten. Gaan we weer? Ja, doe het dicht. Jo, doe de deur maar dicht. Ik moet wel zeggen, het was een hele mooie. Ja. Valt niet tegen. Nee, valt echt niet tegen. Nou, Chris kreeg de deur niet meer op slot. Maar toch wel. De stepjes. Ik heb daar achter een grote brug zien liggen. Daar wil ik even overheen. Lijkt me wel leuk. Gaan we doen. Voor het beeld. Ja? Ja. Op naar de brug. Een mooie grota. Ja, een hele mooie grota. Zo, Chris gaat me in één keer voorbij. Ziet er wel mooi uit dit, hè? Weet je wat ik nou een beetje herken van die bouw? Het is een beetje zo ver weg liggen, die bungalows. Dat lijkt een beetje wat we op Bisping ook zagen. Dan lijkt het toch wel dat ze gewoon ook dat een beetje gekopieerd hebben. Kijk, hier zien we het strand helemaal. Ja, de dome ook, ja. Ja, dat laten we zo nog even zien. Korte samenvatting. Niet de hele dome, ja, pas gehad, hè. Vorig jaar nog, een jaartje terug was dat. We gaan de brug over. Het rammelt wel een beetje, Chris. Oké. Wat hè? Ik hoop het. Beetje een rammelbruggetje. Oh. Oh. Ik hoop dat ze die ook vervangen. Mag niet, hè? Stond erop. Kijk, daar ligt het waterpark en daar is het Activity Toren. Hier is het ski center. Waterski center. En komen we zo bij de dome. Blij dat ik hem over ben. Oeh, hebbes. Daar gaan we weer. Zo, dat was een grammel. Oh. Nou, zien jullie het al? Het wordt al afgebroken. Kijk, het wordt al afgebroken. Vorig jaar was er nog zoveel zon, toen was hij nog intact. Ja. Oh, jammer. Ja, jammer. Ja, we gaan door. Ja, die gaat gewoon weg in de loods. We zijn bijna. Ah, we zijn bijna bij de dome. Ik heb een beetje trek gekregen. Jij ook? Ja, gaan we lunchen? Kijk, nog een elektrische stap.
Gaan we even lunchen. Ja, kijk. Zo, dit is de ingang. Zo, bij de Markedom. Lekker naar binnen. Ja, kijken wat er binnen veranderd is. Ja, ik denk niet zo heel veel. Ik doe het ook maar korter. Ik doe het niet heel lang. Zet je hem op, dat niet? Nee, die zet ik op. Maar ik doe alleen stukjes, goed? Ja. Nou, gaan we naar binnen. Nou, we lijken wel weer een stel boeven. Maar we gaan naar binnen. Ja, het is hier, net als in Duitsland, nog steeds verplicht. Oh, dat was een raam. Zag je dat? Hier zijn ze fashion store aan het verbouwen. Daar wordt de shop een smaal. Hier zo. Nou, hebben we toch weer wat nieuws. En daar is de Verwego, maar die wisten we al. Hier hebben ze die ook. Flamingo's, net als op de Bispingen. Kijk. Mooi, hè? Ja, en die trap die ging naar boven naar het sportscafé. Ja. Dus dan gaan wij zo hier naartoe. Dit vind ik altijd wel leuk. Oh, kijk, daar hebben we nog hele grote daar. Die ga ik ook even op beeld zetten. Kijk, hier zitten deze. Grappig. Blijven toch mooie dieren, hè? Kijk, deze wordt dan ook shoppend smaal, hè? Ja. Dat was de aquatiek, dat wordt dan de Shop en de Smaal. Ja, nu is de Shop en Smaal in aan verandering. En toen wij laatst hier waren, was het deze, de Game Town. En die is nou af. Oh, wel een grote hoor. Ja. Nou, en ook nog frietaffaires. Kijk. Ja, ik ga hem even van die andere kant laten zien. Loop even door. Kijk hier zo. Dat is makkelijker. Dat is een stuk beter te zien. Hij is nog gesloten. Nou, is toch goed. Zo, kijk eens. Ah, hier mag je wel zitten. Ja, dat is andere regels, ander land. Ja, ander land, andere regels. Al ligt het maar 10 minuten van elkaar. Maar wij gaan nou ook ergens zitten. Ik heb wel plek. Hier zitten. Dit is de achteringang. Hier maar zitten. Nou, het eten is ook binnen. En dit keer Club Sandwich. Club Sandwich met friet. Ja, lekker. En lekker eten. Tot straks. Dat was heel lekker vandaag. Ja, lang niet meer gehad, Club Sandwich. Nee, het was wel veel hoor. Maar we gaan verder. We gaan een ander stukje van de doom laten zien en daar gaan we weer met de steps weg. Ja. En ik denk dat we dan weer richting auto gaan. We hebben wel een beetje alles gezien nou. Mm-hmm. Ik denk het wel. Ja. Nou, daar gaan we. Zo, kom maar Chris. Ja, kom maar verder. Ja. Heb jij nog een brief? Ik heb geen brief voor, ik ben hem vergeten. Ik ben hem ook vergeten. En hier kom je bij Nona's. Is ook normaal nog, zie je? Zullen wij ook even naar boven gaan? Ja. Kunnen we misschien nog heel even snel het zwembad in kijken? Ja. Oh, grote trappen hier.
grote treden. Ik moet wel aan Bispingen denken. Zie je ook zo'n pad zo en zo naar boven en dan is hij in één keer dicht. Ah. Nou, jammer dan. Ja. Ja, nou ja. Dat denk ik niet. We gaan naar buiten, Chris. Ja. Wat zei jij nou over die bomen? Want ik zie daar bananen zitten. Dat zijn banaantjes. Dat is die kersenbomen. Dat is hier ook, zei jij. Ja, ja, dat vind ik gewoon heel mooi uitzien. Hallo, ik ben taartje vallen. Oh ja, gisteren. Oh, dat hebben jullie het niet verteld. Maar gisteren op de camper Venne viel zo'n papegaai, zo'n ara, die viel boem. Werd door die andere van de stok afgeduwd en toen ging die zo het water in. Viel in het water. Ja, maar die komt vaker voor, hebben ze ons verteld. Kippetje. Daar zo. Ze zeggen dat het een kippetje is, maar voor de winter iemand grijs in de achter. Oh nee, dit is een kippetje. Wat een kippetje. Ja. Zo, daar zijn we weer. Kom maar door, we gaan naar de auto. Ik denk dat we het gezien hebben. Denk je ook niet? Ja. Oké. Okay. We gaan naar de camper. Ja, we gaan weer terug. Nou, ik hoop dat we de mensen wat hebben kunnen laten zien. Ja. Toch? Mhm. Ik denk het wel, ja. Ah, ik denk het ook wel. En hier heb je ook nog dan het oude kerkje van vroeger. Ja, daar zit nou de... Outlet shopping. Ja, daar zit nou de winkeltjes in. Ja. Duidelijk in de overheid. Dat is Shop Smart, hoor. Nee. Zit de gewone winkels daar. Ja. Ja, op dit moment, ja. Of hij er dan nog zit? Nee, dat weet je maar nooit. Ja, hier zaten wij vorig jaar. Oh, ik ga nog een kleine rondje draaien, Chris. Dan zien ze ook nog het mooie aquapark nog een beetje erbij liggen. Voordat hij helemaal is afgebroken. Ja. Je kunt hem van hieruit heel goed zien. Kijk daar. Daar ligt hij. Zo, en dan gaan we nu echt terug naar de receptie, sleutels wegbrengen en klaar. Ik heb ze gewoon ingehaald, Chris. Ja. We horen daar niet bij, hè? Nee, moeten ze maar harder gaan. Zo, daar zijn we er weer. Kunnen we weer mooie sleutels inleveren. Thank you.
gezien. Hm? Ik weet alleen misschien dat ze die panden te veranderen of panden doet. Hij is allemaal zo, maar het bord zelf hangt in 13 minuten. Oké, okay. Ja, jammer. Maar ik ben benieuwd, want heel de oprit hier en zo wordt in de toekomst jaar wel veranderd. Ja. Dus misschien dat ze dan wel een nieuw bord hebben. Okay. Maar dan kan ik wel een jaar of 5 duren. Ja. Maar goed, we gaan naar de auto. Ja, had een fijne dag weer. Ja, dankjewel. Nou, dat was ons toertje op de Vossenmeren. Nou, we waren nog net eventjes op zoek naar dat bord, maar dat bord is een spandoek geworden. En dat spandoek, even heel snel. Daar zo. Dus, maar wat we dus wouden zeggen, het is een beetje druk hier, maar dat was hem voor vandaag. Oh, we gaan ermee ophouden. Ik wil genoeg laten zien. Ja, terug naar de auto. Ja, terug naar de auto. Ja, terug naar de camper verder. Ja. Dat gaan we doen. Hey, ook stepjes. Ja, er zijn meer mensen hier in België met steps. In Nederland zie je het niet zo vaak, dan mag het nog niet. Maar ik hoop dat jullie genoten hebben van deze korte tour en de, nou ja, lange tour eigenlijk. Normale vlog toch? Ja. Ja, met een mooie blik op al die huisjes wat we nog hebben kunnen laten zien. Eén volledige tour hebben we erin laten zitten. En de rest, ja, bekijk het gewoon. Ja. Jullie hebben het al gezien, hè? Ja, ja, ze hebben het al gezien. En als kijk je nog een keer terug. Kijk je nog een keer terug. Nou, doe duimpje omhoog. Duimpje omhoog. En tot de volgende video. Doei! Doei. Ja, ik was nog even wat vergeten. Vergeet niet te abonneren hieronder. Als je nieuw bent. Als je nieuw bent. En ben je niet nieuw, druk op het belletje. En anders gewoon abonneren. Het is gratis. Kost niets. En wij zijn er blij mee. Deel de video en reageer maar goed. Ja. Reageren wij terug. En dan nu echt tot de volgende video. Doei!